De noodklok klonk vanochtend over het Groningerland. Zoals hier in het kerkdorp Bedum, 10 kilometer ten noorden van de stad Groningen. Rond de eeuwenoude Walfriduskerk zijn daar in de loop der jaren de godshuizen van alle andere geloven verrezen. Zoals de gereformeerde kerken en de katholieke Maria ten Hemel Opnemingskerk. Die is op het ogenblik gesloten in verband met het herstel van de aardbevingsschade. Want er zitten meer dan 450 scheuren in het gebouw. Alleen de klokkentoren is op het ogenblik veilig toegankelijk. Voor Albert Wester en Riet van der Werf, de vaste klokkenluiders van de kerk. Nou, wij willen natuurlijk onze solidariteit betonen met iedereen hier in Groningen die opgewekt is om na te denken over wat er gaat gebeuren in het Kamerdebat. Er is straks een Kamerdebat en wij willen dus laten horen dat we er zijn. Niet alleen dat we dus de politici willen aanmoedigen om dingen te doen, maar ook, die klok luidt ook voor onszelf. Want wij moeten ook, er gebeurt iets, daar luidt een klok. Wat is er los? Laten we zelf ook nadenken over wat wij moeten doen hier. Er zijn speciale manieren om de klok te luiden bij gebeurtenissen zoals een bruiloft of een begrafenis. Maar het luiden van een noodklok is zo zeldzaam dat er geen speciaal protocol voor is. Noodklok is in principe een klok klepperen. Dan doe je steeds maar één slag en even stil en weer één slag. Maar dat is zo'n ingewikkelde techniek en dat is jarenlang niet gebeurd. Dus dat willen we ons nu eigenlijk niet aan wagen. Maar is het niet heel zwaar? Want hoe lang gaan jullie nou klok luiden? Een kwartier. Een kwartier. We luiden een kwartier de klok. Ja, nou, dan ben je wel behoorlijk op temperatuur hoor, als het afgelopen is. Maar dat is niet erg. Het is zo mooi als de klokken luiden. Koster Gerard Galema is benieuwd naar de afloop van het debat vanmiddag. Want voor hem is één ding wel duidelijk. Doorgaan met gas winnen zoals dat de afgelopen jaren is gebeurd. Dat gaat niet. Voorlopig was dit de laatste keer dat de klokken van de Maria ten Hemel Opnemingskerk zijn geluid. Het komende half jaar is de kerk dicht voor het herstel van de aardbevingsschade. In juni gaat de kerk weer open. Tenzij aardbevingen nieuwe scheuren veroorzaken in de kerk.